Welkom bij het Museum Kids Awards 2018. Wij gaan hier zo kijken naar de finalisten van de grote Museum Educatieprijs. Een initiatief van het ministerie van OCW en de Museumvereniging. En de Museum Educatieprijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Daar mag ik een heel groot applaus voor. Ingrid van Engelshoven. U laat tekstboeken en theorieën tot leven komen. En daarmee biedt u kinderen een geweldige ervaring die ze nog hun leven lang zullen herinneren. We gaan kijken naar de finalisten voor de aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan, de Kunsthal. Een ontmoeting tussen twee doelgroepen die als doelgroep zelf niet vaak in het museum komen. Tweede finalist, Mauritshuis. Een lessenserie met een afsluitend museumbezoek, groep 6 tot met 8. De winnaar van de Museum Educatie Aanmoedigingsprijs, Kijk ze kijken van Kunsthal Rotterdam. Hey, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. We gaan over naar de Museum Educatieprijs voor het best lopende project, Naturalis. Vondelpaspoort biedt kinderen de mogelijkheid om hun passies en talent doorlopen te ontwikkelen binnen en buiten school. De tweede finalist, het Van Abbe Museum. Alle medewerkers in het museum worden vervangen door leerlingen en dat museum is dus één dag helemaal van hen. De winnaar is Verwonderpaspoort van Naturalis Biodiversity Center. We zijn heel erg blij met het winnen van de Museum Educatieprijs. Voor kinderen is dit zo leuk, omdat ze daarmee hun nieuwsgierigheid kunnen behouden. Dit is een heel leuk startbedrag om een aantal dingen daarmee in gang te kunnen zetten. Zowel thuis als op school als in een museum lekker op onderzoek uitgaan. Ja, zou ik bijna zeggen. Ja.